Jawel, mensen. Eindelijk heb ik hem gevonden. Wel, wat heb ik gevonden? Dit plaatje, mensen. Dit plaatje laat zien hoe we eigenlijk in de middeleeuwen, of in de 16e eeuw, is dit boek, of in de 17e eeuw is dit boek geschreven of getekend. En dat eigenlijk een beetje de voorlopers zien van de telescoop en dergelijke. En het, de alle apparaten die daarmee gemoeid zijn en daarvoor gebruikt werden. En wat we dus hier ook zien is heel specifiek. Dus het uiteinde van zo'n telescoop, waarbij dus uiteindelijk dus het beeld wat wordt uitgestraald, wat dus zichtbaar wordt via dus die kijker, wordt uitgestraald op een spiegel waarop ze vervolgens dus iets aan het tekenen zijn, zoals je ziet. En wat zijn ze dan aan het tekenen? Ze zijn de contour aan het tekenen of de reflectie aan het tekenen die de maan geeft. En dat gebruiken ze namelijk voor het maken van landkaarten. Want de maan geeft een reflectie van het aardoppervlak. Een soort landkaart.